Hey, leuk dat jullie kijken. Ik sta hier in de Delfshaven bij een heel kunstzinnig, gezellig feest. We zijn een atelier van Lieshout. Dat is een kunstenaarsatelier in Rotterdam. Ja, want ik sta hier langs naast de enige echte Lieshout. De kunstenaar van Rotterdam. Ja, er zijn meer Lieshout kunstenaars hoor. Oké, maar wel de beste. Dankjewel. En hoe is het nou om te zien dat uw atelier wordt omgetoverd tot een club eigenlijk? Ja, fantastisch lijkt me dat. Ik bedoel, als ik dan denk van dan zou ik in de weekend wel een zomer willen hebben. Ja, why not? Why not? Why not? Time to party! En vindt u het belangrijk om zo'n soort dingen, avonden te organiseren? Ja, ik vind het belangrijk. Ik vind het leuk. Ik vind wat je vaak ziet, dat zeg maar werelden heel erg gescheiden zijn. Ja. Dus kunst en muziek. En zelfs binnen de kunst, binnen de muziek heb je allemaal verschillende scenes. En mij is het juist goed om dat juist met elkaar te combineren. Want alle mensen die houden van mooie dingen of van cultuur of van dingen die aan denken zetten. En hier komt het allemaal samen. Oh, wacht, wie ben jij? Ik ben Johan. En is dat je artiestennaam? Nee, mijn artiestennaam is Jack. Yo, ik ben de organisator van Motel Muziek. We organiseren drie dingen per jaar. Motel Muziek Festival met echt tientallen... Ja, echt het feest toch van jullie? Ja, ja, dat is ook ons grootste project. Ja. En daar komen echt honderden artiesten uit de hele wereld. En dat is muziek, theater, beeldende kunst en ook heel veel programma in de stad. Daar kunnen we een mooie prijs voor maken. Ja? Zullen we dat doen? Ja. Twee kaarten? Bij deze. Oké, heel leuk. Als jij nou daarheen wilt, vooral in de comments achterlaten met wie je wilt gaan. En... wie weet win je kaartjes? Ja, bidden tot God. En dan krijg je binnen en dan weet je dat het er is. Dan doen we een project dat heet Fabriek Muziek. Ja. En dat doen we in de havengebieden en in de industriegebieden van Rotterdam. En daarnaast, de derde wat we doen is concerten organiseren in bestaande locaties. Ja. Die daarvoor... Zullen we ruilen op een plek? Pijn aan mijn arm. Zo, normale plekken, zalen en op bijzondere locaties. Ja. Dus op bouwputten, op scheepshellingen. Ja. Ja, maar het was kunstzinnig, maar het was niet zo bizar kunstzinnig. Want ik, die niet vaak van kunst houdt, die vindt het leuk. Dat is echt een leuk feest. Ik zou het iedereen aanraden. Dus vooral liken, delen en dan kan jij naar het feest natuurlijk, want we hebben het feest. Want daar zijn we ook weer. Ja. Doei!